Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, een autozaak, een man met waar, speciaal voor Italiaans. Een winkel met van alles iets, het zegt die hoofd eigenlijk niets, maar het is waar ik werkzaam ben. De auto's, ik weet nog hoe het was, met 8 cilinders in mijn sas, een kar die ratelt op de keien. Die brandstof ruik je straks niet meer, dat doet me wel een beetje zeer. Ze rijden nu op batterijen. Maar langs de wegen in de polder is een plek waar nog die echte auto staat. Wie het kind in zich wil doen er leven, moet daar beslist naar binnen gaan. Ja? Is die auto nu? Mag ja. Mag ik meerijden? Hé, hey, er kunnen we twee mensen in. Ja, klein stukje. We zitten al vol, we zijn aan het filmen. Waarvoor? Andere keer. Waarvoor? Voor een reclame. Met een foto op de plek. Hoe heet die reclame? Italië in de polder. Okay. En goed sparen, want dan kan je als je 18 bent ook zo'n ding kopen. Yeah.